Wat erg heel mooi. Ja, wat erg leuk. Wat erg van me genoten. Ik vind het wel heel erg leuk dat het geïntroduceerd wordt. En ik moet zeggen, ik vind het wel. We hebben een museumpad, dus we dachten we gaan wel naar het Spoorwegmuseum. En toen zagen we dat hier ook opera werd gaan geven. Dat is wel leuk. Ja, het is heel erg leuk op deze manier kennis te maken met opera. Opera per Tutti is echt puur ontstaan uit de behoefte die ik had. Dat ik soms mezelf een vreemde eend voelde als ik op het toneel stond. Er was een dubbele behoefte. En ik wilde graag wat meer solistisch werk doen. En ik wilde ook wat dichter bij het publiek komen. Ik wilde gewoon zorgen dat ik niet zo ver weg op een groot podium stond, maar dat ik het wat toegankelijker kon maken. En dat het ook voor iedereen bereikbaar was. Dat vind ik leuk. Ik vind het leuk om de aria's en de duetten of kwartetten die je te horen krijgt, om die een klein beetje in te leiden. Maar Adina is een flirt. Adina die flirt met Belcore en met eigenlijk met iedereen die voorbij loopt. Dus Nemorino vindt het nogal moeilijk om haar voor zich te winnen. En dan komt er ta-da-da-da, een soort duiveltje om een hoekje en die heet Dottore Dulcamara. Dulcamara, is het nou zoet, is het nou bitter? Maar in ieder geval, hij verkoopt een drankje. En dat wil hij slijten aan Nemorino. En Nemorino die zegt, ik wist helemaal niet dat dat op de markt was. Hij zegt, ja, en als je dit drinkt, deze lelizier, dan wordt op slag alle vrouwen verliefd op je. Denkt hij, oh, ik kan mijn geluk niet. Nou, als alleen maar Adina dan op mij valt, dan ben ik wel zo gelukkig. Bella Dina. Qua, momento. Io la presso. Sono festa. Tu sei fonda. Io la commento. A quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi. Io voglio. Che cosa? Sulla testa schizzi rosa, se tu vuoi la ricetta, che tu manca il potrà, se tu vuoi la ricetta, che tu manca il potrà, se tu vuoi la ricetta, che tu manca il potrà, se tu vuoi la ricetta, che tu manca il potrà, se tu vuoi la ricetta, che tu manca il potrà. De samenstelling van de zangers is wisselend en dat is ook kenmerkend voor opera per Tutti, want ik wil graag dat de mensen meerdere keren kunnen komen. Dit moet zo'n makkelijk podium worden waar je iedere week naartoe bij wijze van spreken zou kunnen gaan, maar toch iedere week weer wat anders ziet. Die vandaag gezongen worden, Cosi van Tutti en Carmen en Don Giovanni en Madame Butterfly. Dus wel meer de bekende. Dus ik vind het wel heel leuk dat er vandaag wat andere zijn. Zingt u zelf ook? Nee, maar ik wil. En nu laat ik het woord aan hem. Doe eens voor. Before you accuse me, take a look at yourself. Before you accuse me, take a look at yourself. Ik vind het heel erg leuk dat er hier van verschillende stukken delen worden gezongen. Zo krijg je goed indruk wat al die verschillende stukken inhoudt. Ja, ik heb deze week gekozen voor Bernstein, de West Side Story. En het is voor sommige mensen een vraag, maar voor mij een weet, want het is een opera. Bernstein zelf wilde graag wat vernieuwends brengen, dus die wilde de brug van opera naar musical maken. I
de hele sfeer. Het is heel fris, heel nieuw. De zangers die met elkaar in een productie staan te zingen, kunnen echt elkaar op dinsdag voor het eerst ontmoeten. En dan staan ze donderdag voor het eerst met elkaar op het podium. En dat extra element geeft iets heel vernieuwends. En ook ontzettend leuk voor de mensen om nieuwe dingen te zien ontstaan. Want ik denk dat het enthousiasme er daardoor echt vanaf spat. Ja, ik heb brava cantata, ik heb mia mamma mia, ik heb brava cantata.